Goedemorgen, ik ben laatst met Gender in het verlaten ziekenhuis geweest, waar ik het laatst in een Q&A over had. Als je dat nog niet hebt gezien, klik even hier. Het is een verlaten ziekenhuis hier in Amersfoort bovenop de berg. Het is echt een vet groot ding. Ik had in de Q&A gezegd dat hij heel goed bewaakt werd en zo. Maar dat is nu dus niet meer zo, omdat ze het aan het afbreken zijn. En ze hebben dus de bewakers weggehaald, de bewakerscamera's weggehaald. En nu moeten de bouwvakkers opletten. Maar bouwvakkers zijn aan het bouwvakkeren? Bouwvakkeren? Bouwvakken? I don't know. Die zijn dus dat aan het doen. En ze letten dus eigenlijk niet echt op mensen die binnenkomen. Dus als zij hier werken, gaan wij daar naar binnen. Nou, dat hebben we dus gedaan. En daardoor zijn we nu weer het ziekenhuis binnengekomen. Ik heb de introclip verwijderd of zo. Ik weet niet wat ik heb gedaan. I'm sucking life, man. Ik heb dus per ongeluk de introclip verwijderd. I don't know how. Maar geniet van de video, want hij wordt awesome. Oh, daar zitten camera's aan die paal. Light sensor of zo. Ik weet niet. Daar in die paal zitten camera's. Sensor of ietsje meer. Oké, we gaan nu weg. Dan wachten we een kwartier en dan gaan we naar de hoofdingang. Want die sensoren die daar recht voor ons hangen, die hebben ons al lang gezien en heel veel mensen. Dus we gaan er nu weer vandoor. Huppelen. En we zijn eruit. Oké, nu gaan we een kwartier wachten en dan komen we terug. Daar zaten we dus net in. En daar willen we heen. Je ziet nu het grote gedeelte nog niet. Daar willen we heen. Alleen, dus dat overbruggingje, dat was... Daar zaten nu bouwvakkers. Dus probeer helemaal vanaf de andere kant, probeer er nu in te gaan. Of gaan via hier. We gaan via hier. Via hier. Via dat beestje, daar zit, in zit een ladder. Maar dat is toch het ding met al het vogelscheid? Ja. Ah, nee. Ja. Jenner, ik wil niet in de vogelscheid. Hier, kijk. Dus over dat stuk wilden we lopen. En daarachter zie je de hele tijd zo'n kraan omhoog komen. Dat ze dat aan het afbreken zijn. Er vliegt daar nu een politiehelikopter rond. Oh, en hij is alweer weg. Hij ging achter het gebouw. Ah, er was dus een politiehelikopter. Waarschijnlijk niet voor ons, maar... Toch scary. Net ook reed de politiemotor langs. Ging gelukkig de andere kant op, dus we weten dat er geen melding is gemaakt van dat wij net in dat andere deel van het gebouw zaten. Dus dat is mooi. En daar staan ook van die paaltjes, zeg maar, van die sensoren. Ah, het gaat heel hard regenen, nee. Maar we weten dus eigenlijk zeker dat die dan niet werken of niet aanstaan. Precies recht onder de sensoren. We zijn er binnengekomen. Jullie hebben Jenders footage gezien. Ik moest mijn camera wegstoppen omdat het anders niet lukte. Maar we zijn in het main gebouw en we gaan nu omhoog. Yes, we found the staircase. Hey, we zijn hier wel zichtbaar. Getting there. We komen steeds hoger. We zijn nu op de derde.
volgens mij. We zijn zo makkelijk te zien door dit raam. En we zijn op het dak. We zijn dus weer boven. In dit dak hebben we in de zomer zoveel gezeten. Toen gingen we hier gewoon met z'n allen chillen en zo. Ja, en hij is vanaf daarboven hierheen gesprongen. Het lijkt nu niet zo ver, maar dat is 4,5 meter ongeveer. Ik schrok me echt helemaal dood door die duif, ouwe. Het enige jammer is dat het regent. Dus we kunnen eigenlijk niet echt hierboven gaan vliegen. Maar... een roef is altijd leuk. En vooral als het zo'n verlaten ding is. Waar ze zo fucking streng op zijn. En alles is kapot. Dus ik moet even laag blijven zodat niemand me ziet. Ik weet niet waarom ik zacht praat. Want we zitten op een dak. En het is echt 7 verdiepingen hoog. Dus niemand gaat ons hier horen. Maar dat maakt niet uit. We gaan nu even uitrusten. We hebben het eindelijk naar het dak gemaakt. We willen zo nog even daarheen, daarachter. Daar is nog eens maar een iets hoger stukje. Maar er zijn wel heel zichtbaar, dus dat moeten we even kijken of we dat gaan doen. En Jenders handen ligt open. Oh, dat. Holy shit. Die duif vond ik nog het hele engste van alles. Nee, het was heel stom, want je stond zeg maar net om een hoekje. En we hoorden de hele tijd belletjes of zo rinkelen. En allemaal rennenglijn. En we zetten eens al met eens die duif begint te vliegen. Ja. Mijn reactie zag je waarschijnlijk al wel dat ik schrok. Oké, ik heb nu mijn grote lens erop zitten. Oké, daar. Oh, focus, focus. Daar willen we heen. Alleen het stomme is zeg maar dat daar dat ding
sorry dat ik zo echt film, maar sorry, dat ding, dat is zeg maar precies achter dat randje daar. Dus dat zien de bouwvakkers heel goed, dus daar moeten we voor uitkijken. Maar dat maakt niet uit. Er rijdt politie langs blijkbaar. Ja, er zijn eens kutzooi. Dus nu ben ik nog eens een keer. Ik zit hier nu achter een box, zodat als ze komen dat ze me niet zien. Stopt die? Jender, is dat de politie? Hij rijdt weg, oké, mooi. Hij rijdt de rotonde af. Gaan we weer... te laag blijven, anders worden we zo meteen gezien. En er rijdt hier altijd heel veel politie, ik weet niet waarom. Dus we moeten nu heel erg uitkijken. En het ziet er waarschijnlijk heel dom uit hoe ik nu loop. Zullen we er naar boven? Het is wel heel tricky. Het zit hier echt heel erg in het zicht, dus het is eigenlijk heel dom. En het begint steeds harder te regenen. Fuck. Kijk, ik probeerde net dus naar beneden te klimmen daar. En toen zag ik echt gewoon vier bouwvakkers die ongeveer mijn richting in keken. Dus ik ga nu weer terug hier naar beneden. Gaan we gewoon weg nu? Ja, we gaan het weg. Oh, stil is. Ik hoorde net stemmen volgens mij. Ik tril helemaal.
Er rijdt nu een auto voorbij. Oké, okay, we gaan nu heel hard rennen. Jender, pak mijn camera. Oké, ik ging echt heel hard op mijn bek net. Holy shit. Nice, oké. Hier, telefoon. Oké, gaan we nu even het bos in hier voor als politie komt. Shit, dat hek bleef in mijn schoen hangen. Waardoor ik voorover viel. Ik sprong gewoon vanaf dat hek op mijn handen. What the fuck? Ja, lekker. Maar ik bloed nog steeds niet. Dus ik doe het altijd beter dan jou, Jender. We zijn dus uitgekomen zonder een boete te krijgen. Holy crap, man. Ja. Dit was nog wel de scariest keer dat we erin zijn geweest. Ja. Als we er nu in gingen, het zo wisten dat er overal bouwpakjes waren. Ja, dat is waar. Maar oké, we zijn dus leefd uitgekomen. Als jullie vaker zo'n soort video's willen zien, zeg dan even hashtag explore in de comments. Als we meer dan 100 explorers krijgen, gaan we vaker zo'n soort dingen doen. Vergeet natuurlijk even niet te liken, abonneren. Wees even lief. Drop die like, want dit was echt, echt scary. Later.